Maar hoe kan dat? Gemiddeld 2 uur en een half. Het is 12 uur en je hebt al 1 uur 45 op Instagram gezien. Ja, maar ik heb er vandaag van geprofiteerd omdat ik wist dat de laatste dag was. Vorige week lag alles plat. Facebook, Instagram, WhatsApp. En dat was maar 1 dag. Kunnen wij zelf nog 1 week zonder smartphone? En is dat zelfs praktisch mogelijk? Wij testen het uit. Oké, ja. Dat hebben we niet meer nodig, hè. Oké. Maartje, wat doe jij nu? We hebben dat toch niet meer nodig? We hebben die toch ooit nog eens nodig? Het eerste probleem waar ik nu al tegenaan loop, is dat ik eigenlijk keihard mijn kot moet opruimen. Maar we hebben afgesproken dat ook muziek niet meer mag. Dus ik ga nu mijn kamer moeten opruimen zonder muziek. En dat is echt super saai. Het is nu iets na 11. En ik ga nu naar kot fietsen. Maar ik heb dus geen gsm, dus als er iets gebeurt, dat is nogal eng. Ik kan niemand bereiken, ik kan niemand bellen. Ik merk dat ik het toch wel nu al moeilijk begin te krijgen. En ik denk dat dat misschien bij Maartje minder zal zijn of bij Amber, omdat die echt thuis komen. Maartje zit bij allemaal vrienden op kot en Amber gaat naar huis. Dus ik heb mezelf een beetje proberen troosten door te breien. Gelukkig houdt dat mijn gedachten een beetje weg van het alleen zijn. Goedemorgen. Ik heb echt elk uur van de nacht gezien of zo, omdat ik de hele tijd dacht, gaat die wekker wel afgaan? Nu ben ik aan het ontbijten en ik wil echt gewoon even op mijn gsm zitten of gewoon zo, ik kan het nu zo even TikTokken of zo. Ik heb mijn wekker moeten laten afgaan via mijn pc, want ik heb dus geen wekker meer. Ik check normaal gezien elke ochtend het weer en ik stem daarop mijn outfit af. Maar ik denk dat ik eerst nu eens gewoon naar buiten ga gaan en iets ga voelen. Het is eigenlijk best nog warm. Ik voel vooral aan mijn tanden geren in de ochtend. Dus ik probeer nu zo van alles te doen om de tijd te doden. Zoals met mijn hond wandelen. Daarna ga ik nog sporten, denk ik. Wat ik normaal niet doe. Maar als je niks anders te doen hebt, vind je dat leuk? Oké, ik kom net terug van de dokter en ik ben er mij even bij gaan zitten in een parkje. Ik kon dus gewoon niet betalen, want ze nemen alleen nog maar Payconiq aan. Dus dat was een klein probleem, omdat ik daar al heel veel kom en ze kennen mij er al. Mag ik gewoon de volgende keer betalen, maar what the fuck. Toegekomen op de campus, ik heb direct mijn vriendin gevonden, want dat is wel leuk voor wat ik zei geweest. Dag Maartje. Hoe is ik heb veel te veel tijd, ik vind veel mensen. Nu al. We hebben net les gehad, maar ik heb het gevoel dat dat de langste les van mijn leven of zo is. Ik kan ook niet zien hoe laat dat is. Dus ja. Dat duurt echt super lang. Inderdaad. En ik zal zo keihard zo een keer op mijn gsm kijken of zo. Maar... Ik heb iets gevonden voor in de ochtend en voor in de avond. Hij werkt nog. Oké, ik heb mijn theetje. En ik ga jullie even updaten. Ik vind het wel heel grappig, want nu zijn vriendinnen mij ook gewoon zo aan het mailen. Dus wij mailen nu zo. Ik heb ook een brief gekregen vandaag. Super tof. Ik heb echt gewoon een hele brief gekregen. Ik moet naar Brussel. Normaal heb ik GPS op mijn gsm. Maar ja, dat heb ik nu niet. Normaal heb ik muziek op mijn gsm. Maar ja, dat heb ik nu niet. Mijn papa zijn auto heb ik geleend. Die heeft GPS. Ik heb cd's mee. Ik ben alleen op kot. Iedereen is naar een feestje. Maar ik was daarnet echt een beetje ziek geworden. Nu wil ik wel echt mijn gsm eigenlijk. Een beetje FOMO. Dit zie ik echt nooit meer opnieuw. Ik vind het echt moeilijk. Je hebt geen contact met mensen. Ik heb het echt gehad. Ik heb een warme chocomelk genomen en het moment is aangebroken. Tadaa! Dat was de mijne. Maartje. En die van Amber. In het begin ging het goed. In het midden heb ik een dipje gehad. Maar naar het einde toe was het wel echt terug oké. Bij mij ging het eigenlijk wel nog ça va. Ik had het gewoon moeilijk, niet per se met mijn gsm zelf, maar gewoon praktische dingen regelen met de gsm, bellen en zo. Ik ben positief verrast van mezelf, dat vooral, en ik heb er heel veel uit geleerd. Ik ga mijn gsm vaker wegleggen. Maar ik denk dat dat ook een boodschap is naar iedereen eigenlijk. Ja. Het leven gaat niet alleen maar over smartphones, social media. En geniet wel meer van het leven. Bye. 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 Bye.